werkt. Veel plezier. Doei. Dag Dennis. Dag schatie. Dag Dennis. Dag schatie. Nou, move. Ja. Dat is goed. Ja, hij zegt, welkom. We hebben geshopt en dit is niet van vandaag of van deze week. Dit staat er voor een deel al, denk ik, een week of twee. Ja, zoiets. En een stukje hebben we vandaag geshopt. Maar ja, dit hebben wij geshopt en toen begon de hittegolf ongeveer. En toen was ik lamgeslagen door de MS. Ik heb heel veel last van MS gehad in verband met de hittegolf. Dus ik moest daar even van herstellen. Maar goed, willen we even laten zien wat we gekocht hebben. We hebben het tassen helemaal gescheurd, want we hebben twee kittens, Joep en Coco. We hadden al twee katten, Azrael en Oeza. En een hond, Guus. Guus? Nou, Guus ergens. Die hebben de tas kapot gemaakt. Maar goed, we willen wel even die af en toe even bukken. Wat we hadden gekocht was een tweepersoons dekbed van de Winnie de Pooh. Ben dol op Winnie de Pooh. Vind ik zo leuk. Verder hebben we heel veel. Ik til het even op de bank. Welkom in mijn woonkamer. Een bonnetje. Oké, praktisch. Grote wattenschijven. Dat vind ik gewoon praktisch. Ik heb een hekel aan kleine wattenschijfjes. Dit zijn van die speciale. Cosmetic buds heet dit. Maar dit zijn gewoon voor oorstokjes, zeg maar. Maar dan voor cosmetica. Dus die hebben dan één scherpe kant en één van zo'n platte kant. Om make-up foutjes te herstellen en zo. Een super grote bun. Die heb ik ook in medium, maar die heb ik al gebruikt. Dus die ligt al boven. Heel irritant dit. Even kijken. Van Dennis heb ik een beker gehad van Winnie de Pooh. Een honeybeker. Superleuk. Ik heb gekocht bij de Primark. Cleansdoekje. Oh, dit is allemaal van de Primark trouwens. Cleansdoekjes. Vind ik gewoon lekker om 's ochtends een beetje over mijn gezicht heen te halen na het wassen. Een beetje opfrissen. Zwartjes weghalen, dat soort dingen. Oké. Omdat ik heel eigenwijs ben, over het algemeen, heb ik wel van die sponsjes bij de Primark gekocht. Omdat ik gewoon zelf wil proberen of ik ze fijn vind. En er kunnen heel veel mensen zeggen, die zijn niet fijn, die zijn niet fijn. Dag Joep. Hallo. Joep. Maar goed, dat wil ik graag zelf ondervinden. Dus die heb ik gekocht om zelf uit te vinden of die fijn zijn. Dan heb ik een heleboel maskertjes gekocht. Ik vond ze best prijzig. Maar, weet het. Een Starlight Galaxy masker. Metallic peel-off mask. With rose. Ik heb hier een ventilator staan. Omdat er nog heel veel hitte in huis hangt. Ik heb een Golden Galaxy mask. Metallic peel-off. Ik kan echt helemaal niets lezen zonder bril, jongens. Heel vervelend. Even mijn bril. With vitamin C. Dan heb ik een priming mask. With salicylic acid. Een plumping mask. Kan je het zo zien? Zo, deze. Met collageen. Dan heb ik een Nourishing and Shine Hair Treatment. Om een keer te proberen. Een smooth and sleek. Nou, dat heb ik eigenlijk niet nodig, want dat heb ik van mezelf al. Maar goed, met keratine complex, ook een haarmasker. Dan heb ik een Twilight Galaxy
metallic peel-off mask met collageen. Lekker maskertjes doen van de week. Een conditioning treatment hair mask met Moken Argan Oil. Ja, dat waren de maskers. Dan hebben wij voor Wessel, voor in de auto eigenlijk, die wilde een charger hebben voor zijn telefoon. Maar Wessel, ik heb trouwens ook een lekker koffietje erbij. Hebben jullie ook een koffietje erbij? Wessel die kan niet meer opladen met onze chargers, want Wessel heeft tegenwoordig een iPhone. Dus ik heb een matte lippenstift gekocht. Zal ik even de kleur zoeken? In de kleur Naked. Hoe maak je die open? Hoe krijg ik dat open? Coco, hoe krijg ik dat open? Zo. Dan kan ik even zien wat voor kleur dat is. Wow! Ik vind het wel een hele mooie kleur. Even kijken, hier zit hij. Heel nude. Een matte kleur, heel gaaf. Ik hou ontzettend van nude dingen. Wat heb ik nog meer gekocht? Create Curls, Waves and Body. 6 pack large. Hoe heet dit? Dit zijn van die papillotten. Nou, was ik heel benieuwd naar. Wil ik proberen. Krullen houden over het algemeen niet zo lang bij mij. Dit is allemaal. Voor het harsen en zo. Wie is dat? Nou, niet voor mij, denk ik. Exfoliating staat er. Back exfoliator. Dit is dan voor de heren. Deze vooral. Deze is voor mij, voor mijn benen. Vind ik lekker, zoals cup handschoen. Maar deze is vooral voor de heren om de ontharingscreme af te doen. En dan hebben we nog een charger. Weet ik niet waarom we die hebben. Oh, dat is de iPhone charger. Wat was die andere dan? Waar is die? Wat was die dan? USB-C. Oh. Dit is denk ik een gewone. Dit was degene voor de iPhone. Nou, prima. Dat was 2 weken geleden. Even lekker. Zo. Alles in elkaar. Kijk eens, Poes. Gaan we spelen. En toen kwamen we bij de Action. Daar hebben we gekocht. 2 rollen inpakpapier. Van Winnie de Poe. Superleuk. Wat ik een heel leuk ding vond voor op mijn aanrecht. Is, ze klimmen gelijk in de kapotte tas. Is zo'n heel klein vergietje in het rood, ijzer. Voor tomaatjes en dat soort dingen die ik op de aanrecht heb staan. Die staan nu gewoon in bakjes. Oh, deze zet ik ook even op. Even kijken hoor. Ik heb heel veel van die, heel praktisch, van die vriezer elementen. Een gold lip mask in het kader van de maskers, een hydraterend lip mask, een sheet mask conditions dry skin met witte truffel. Nou, dat kan ik wel gebruiken, want ik heb ontzettend droge, rijpe huid. Een sheet mask nourishes and conditions your skin with caviar. En ik heb iets. Een pre-party prep sheet mask. Een selfie mask. Nou. Heel random. Ik heb zo'n bakje gekocht om in de douche te poppen. Want ik kwam een bakje tekort. Dan kom ik nog ergens.
Wat ik heb gekocht zijn eye cooling masks. Lekker in de koelkast leggen en dan gebruiken. Ik heb een sheet mask with egg white for a radiant skin. Ik heb een watermeloen mask refreshing. Die valt een beetje dubbel. Skin essentials. Ik heb een facial sheet mask moisturizing. 3 keer zitten die erin. Dennis heeft nog meer van die elementen gekocht. Nu vallen al die maskertjes eraf op paradoxalen. Dit zag ik heel vaak voorbij komen. Vooral bij Vrouwtje Las Make-up heb ik dat gezien. Zo van het facial water. Heerlijk lijkt me dat. Dat ga ik boven neerzetten. En dat, daar ging de rest van weg. Dus wat we bij Action ook gekocht hebben is een sponsje. Met een soort roze marmerpatroontje. Gewoon wil ik proberen. Ik had laatst diegene van Essence. Die is wel een beetje hard. Oké. Heel random voor Dennis. Ketchup. Dennis is eigenlijk de enige hier in huis die ketchup eet. Ik had nog 2 haarklemmen gekocht omdat ik het hele mooie kleurtjes vond. Vooral die onderste. Beetje bruinig, maar die vond ik heel leuk. Dus die heb ik gekocht. Wat heeft hij nog meer gekocht? Dennis heeft een smartphone sportarmband gekocht. Voor als hij gaat sporten. Nou, dat is hij dan nu, maar te laat, want hij heeft hem niet mee. Voor als hij Guus uitlaat, dat soort dingen. Dan heeft hij bijvoorbeeld niet altijd plek om zijn telefoon en dat vind ik vervelend. Wat is dit? Dr. Pepper. Hoe zie je dat? Dr. Pepper, Dr. Pepper. Geen idee waarom. Autogeurtjes. 2. 2 hebben we daarvan, want we hebben natuurlijk allebei een auto. Nu ga ik op het leeg maken, we hebben allebei een auto. Ik heb exfoliating socks gekocht. Dat zijn eeltsokken. Instant remove of hard skin. Voor silky soft feet in one treatment. Nou, ik ben benieuwd. Als iemand eelt op zijn voeten heeft, dan ben ik het. Ik ben benieuwd. Wat hebben we nog meer? Cherry Coke. Cherry Coke. En Bardoduc spaarrood. Oh, oh. Is natuurlijk geen spaarrood, maar alles rood water met een bubbeltje noem ik spaarrood. Face masks voor in de auto te leggen. Wat is dit? Dit is Muscle and Joint Gel. Wilde ik gewoon proberen. Ik heb nogal eens last van mijn nek en mijn schouders en zo. Weet niet, misschien helpt het een beetje. Ik hoop het. Wat zit er nog meer in? Heatpads. Die gebruik ik wel. Zijn heel lekker. En hot cold compress. Zit ik me nu te bedenken dat ik die vandaag ook bij de Primark heb gekocht. Maar dan heb ik er 2. We zijn immers met meerdere mensen hier in huis. Wat is dit? Een USB charging. 8 pins. Oké. Nou, het zal wel. Dat zal voor Dennis of Wessel zijn. Geen idee. Maak ik me ook niet zo druk om. Ik heb een self-adhesive elastic bandage. Wij bezeren ons wel eens. Ik ben natuurlijk een soort Bridget Jones kluns. Val overal heen over mijn eigen voeten en zo. En daarbij komt dan, dat heb ik altijd al gehad. De katten schrikken zich helemaal gek met de tas die valt. Dat heb ik altijd al gehad, dat had mijn moeder ook. En daarbij komt dan een slecht coördinatievermogen vanwege de MS. Ja. Maar goed. Ik heb voor in mijn auto een handcremetje gekocht, want de mijne van Chanel is bijna op.
Dat is een lekkere vergelijking, vaseline met Chanel. Maar dat geeft niet. Deze heb ik ook naast mijn bed staan, 's avonds. En dit is Healthy Hands and Stronger Nails met Keratin Intensive Care. 10 keer stronger nails in 2 weken. Nou, dat lijkt me stug, maar het is wel een lekker spulletje, dus die gebruik ik gewoon. En ik heb zo'n krabbertje gekocht voor als je jeuk aan je rug hebt. Die had ik, maar die is kapot gegaan. Dus ik heb even een nieuwe gekocht. En dan het laatste wat we 2 weken geleden gekocht hebben. Dat is nog wel houdbaar, neem ik aan. Over 2021. Is van die harde garlic breadjes. Ik dacht, het is gewoon lekker voor bij de soep of zo. Weet je, die gasten vinden altijd wel lekker om iets te eten. Dus dat. Dat was van 2 weken geleden. Oké. Okay. Vandaag heb ik geshopt bij de Bijenkorf. Even stiekem, best wel moest werken. Dus Dennis en ik gingen even shoppen. Maar Wessel mocht dat natuurlijk niet weten. Wessel is in april 18 geworden. Eind april. En daar heeft hij weer een cadeau voor gehad. Hij heeft, ik heb zo'n armbandje, maar zo'n touwtje met een Trinity eraan. Het is van Cartier en die heeft hij ook gehad. Maar dan een mannenversie, een zwarte. Met een grijs bandje eraan. Omdat hij 18 werd. En nu vieren we zijn verjaardag. 30 augustus. Dennis is 29 augustus jarig. Dus dat kan dan gelijk erbij. 14 augustus, dat was vorige week. Toen waren Dennis en ik 20 jaar getrouwd. Ja, zeker 20 jaar. Zei ze dat echt? Ja, dat zei ze echt. 20 jaar getrouwd. Dus dat viel dan ook voor vrienden en eigenlijk onze directe kring. Familie eigenlijk, maar dat sommige vrienden en ook je familie. En we hebben mijn verjaardag ook niet gevierd. Dat was in maart. Maar goed, we hebben de Westerse verjaardag ook niet echt gevierd in april. Omdat dat toen nog met de corona en dat soort dingen niet echt kon. We hebben mijn verjaardag in maart niet gevierd. Omdat Dennis op mijn verjaardag is afgevoerd met de ambulance vanwege corona. En toen op de intensive care is opgenomen. Dus wij hadden helemaal hadden Westerse en ik toen geen zin om nog iets te vieren. En het vieren hebben we toen gedaan door Burger King te halen. En thuis met z'n tweeën een potje te janken. Omdat zijn vader echt kantje boord op het laatste moment is opgenomen in het ziekenhuis. We hadden toen echt geen half uurtje langer moeten wachten. Als Dennis toen niet was weggehaald door de ambulance, de huisarts heeft heel accuraat, heel erg daadkrachtig gehandeld op dat moment. De huisarts op Pols, waar we de hele week eigenlijk al geweest waren met hij voelt zich zo ziek, heeft het eigenlijk een beetje onderschat. Maar goed, als Dennis vrijdag van mijn verjaardag niet was weggehaald, dan was hij ook die dag overleden. Dus net op tijd. Even een slokje koffie voordat het koud wordt. Maar goed. Ik ging dus eigenlijk voor wat dingen bij de Primark. Die ze toen niet hadden toen we 2 weken geleden gingen. Want we waren toen in de Primark in Zaandam. Dat is niet een hele grote Primark. Dus die hebben ook heel veel dingetjes niet. Nu waren we bij de Primark in Amsterdam. Dat is dan een van de grotere. Nou, misschien wel de grootste. Dat weet ik eigenlijk niet. Dan parkeer ik altijd in de Bijenkorf in Amsterdam. En dan lopen we natuurlijk door de Bijenkorf heen. Nou vond ik het om zijn verjaardag, dat is een heel lang verhaal om niks uiteindelijk, om best zijn verjaardag te vieren met eigenlijk mijn 2 beste vriendinnen en hun gezinnen. Dennis' zusje en haar gezin. Dat is mijn nichtje, de oudste dochter van mijn broer. En wat vrienden van Wessel natuurlijk komen dan. En dat vieren we buitenshuis. Want we hebben afgesproken, we vieren niet meer in huis verjaardagen. Want het kost mij heel veel stress en heel veel energie om dat te doen. En ik heb een gebrek aan energie. Lang leven de MS. En bovendien moet je dan al die boodschappen in huis halen en heel veel regelen. En ik ben dan toch zoiets van, ga ik weer happetjes maken en dat soort dingen. Dus we hebben het uitbesteed. We vieren het waar Wessel werkt.
En dan lekker met wat hapjes en drankjes en een taartje. En van 1 tot 5 of zo, weet je wel. En dan gewoon daarna kan iedereen lekker weer zijn eigen gang gaan. En dan heb ik er verder geen omkijken naar. Maar ik wil dan toch een klein praatje houden en ik wil dan een cadeautje geven. Dus ik heb voor Wessel, valt het nog uit mijn handen ook, een kleinigheidje gekocht. Dat is heel leuk ingepakt, dus ik ga het niet uitpakken. Ik ga het ook niet zeggen, want stel je voor dat hij voor die tijd nog deze shoplog kijkt, dan weet hij gelijk wat hij krijgt. Hij krijgt wat verzorgingsproducten, maar dat nou. En toen dacht ik, waarom niet? Ik had Dennis beloofd dat ik klaar zou zijn met shoppen, want we waren laatst in Hielgewaard, in Middenwaard. En dat is het winkelcentrum. En toen had ik wat geshopt bij de Douglas en zo. En toen zei ik al, oh, nu ben ik klaar met shoppen, maar dat ben ik uiteindelijk toch niet. Dus Dennis kreeg 3 proefjes van die van dat meisje. Ze kennen ons daar. Ik heb heel veel Chanel, dus ze weten ook wel wie we zijn. Dennis kreeg 3 proefjes. Hartstikke leuk. En ik kreeg een mini Mademoiselle bodycrème. Super, ik ben dol op dat soort mini dingetjes. Dat is echt, het is toch te cute. Het is toch te schattig. Moet je nou toch kijken. Dit is echt, ik ga het opmaken, maar de potje ga ik neergooien. Dan ga ik desnoods elke week dagcreme in doen. Dat vind ik te leuk. Ik heb nog meer gehad, want ik heb een nieuwe mascara gehad, een kleintje, dat is handig voor, dat vind ik altijd handig in mijn tas. Ik kreeg een nieuwe, een kleintje number 5, nou vind ik dat niet heel geweldig, ik hou helemaal niet van die geur, maar er stond op de toonbank zo'n leuk cadeau ideetje. Kijk nou. Te leuk. Dus die kreeg ik gewoon van haar erbij. Ik heb wel vaker cadeautjes. Ik heb ook wel vaker dingen gehad die ze eigenlijk niet mogen geven. Voor een verjaardag of zo, weet je wel. Oh, daar ben ik weer. En ik kreeg, dat stond ook in dat doosje, er stond een doosje op de toonbank met allemaal soort mini productjes en kleine cadeautjes en zo. Zeg maar als cadeau ideetje. Daar zat een armbandje in. Nou, serieus. Die ga ik omdoen. Daar ga ik ook echt gewoon omhouden. En dan, nou ja, moest ik natuurlijk wat kopen. Even kijken. Dit is een Le Rouge Duo Ultra Tenue Ultra Wear Liquid Lip Color in de kleur 397 Mary Rose. Ik ga hem even swatchen. Maar volgens mij heb ik hem al. Deze. En dan zit aan deze kant de gloss. Maar volgens mij heb ik die kleur al. Maar dat ging ik niet tegen Dennis zeggen. Want Dennis ging al niet piepen dat ik hem kocht. Dus toen dacht ik, hahaha. Dan ga ik ermee verder. En ik heb laatst bij de Douglas ook, vorige maand of zo, de losse poeder van Chanel gekocht. En het is een hele fijne, hele mooie poeder. Goede kleur ook verder. Niks over aan te merken. Maar hij is heel mat. Op zich vind ik dat heel mooi, maar ik heb een hele droge huid. Dus als ik hem dan afpoeder met die, dan en ik gebruik altijd een beetje een dewy glimmende foundation om een beetje glans in mijn huid terug te brengen. Want ik ben heel droog. Echt heel droog. Ik heb een rijpere huid, maar ook een droge huid. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een wat meer glimmendere poeder. Dus nu hadden ze deze bij Chanel. En die glimt heel erg. Kijk hier. Kan je dat zien? Ik weet niet. Nee, goed. Daar kan je dus mee afpoederen. En dat ga ik dan proberen. Maar goed, ik dacht, dat ga ik proberen. Want dat is natuurlijk wel een poeder
die zeg maar voor mij dan nu in dit geval goed is. Ik stop alles gelijk even terug in het tasje. Nu liggen ze ergens toe. Oh, nou zeg, jongens. Wat zijn jullie nou aan het doen? Er zit nog een masker in. Ja, nog een. Ga maar spelen. Er zaten nog maskers in. Een Blueberry Bubble Mask Cleansing. Sappig in die action tas. En een Soothing Vitamine E masker. Nou. Nu heb ik echt alle maskers wel gehad, geloof ik. Nu ligt het hier allemaal te liggen. En nu denk ik, hoe ga ik dit in godsnaam ooit naar boven? Maar goed, dus ik ben vandaag ook nog even bij de Primark geweest. Daar hadden ze in verschillende kleuren zo'n speciale haarhanddoek. Daar heb ik al een van. Maar deze heeft een strikje. Ik ben dol op strikjes. Strikjes, bloemetjes. Hey, ik ben dol op al dat soort dingen. Echt bijna 50, hè. Maar goed, dus die heb ik gekocht. Wat is dit? Dit is een Pink Grapefruit Transforming Gel to Water Micellar. Nou, ik dacht, ik kan het. Ik hou van grapefruit. Ik hou van citrusdingen. Dus dat ga ik een keer proberen. Een vitamine C jelly cleanser. Ik wil het gewoon graag proberen. Ik weet nog niet of het werkt en of het goed is. Dit is een vitamine C daily brightening moisturizer. Ik zeg maar nogmaals, ik weet niet of het goed voor je is. Ik weet niet of dit specifiek goed is van de Primark. Ik wil het gewoon proberen. En dit zijn vitamine C glow revealing pads. Ik weet niet, ik dacht, ik probeer het gewoon. Een nagellakje. Hele mooie nude kleur. Ik hou van nude, ik hou niet van opvallend. Dat hebben we gekocht. Haha, een hot and cold cooling ding. Want die hadden we nog niet. Ja. Een tangetje. Heb ik voor het eerst gezien bij Jessie Maya op de kanaal. Zo, daar knijp je zo je nepwimpers, kan je vastknijpen aan je eigen wimpers. En ik heb een Bare Edit Lip Kit gekocht. Twee kleuren en een lipcontour, een lippenseeltje. Dat was het. Ja, dat was het. Dat is wat ik geshopt heb afgelopen week. Ik heb nog meer geshopt. Ik heb namelijk nog kleren gekocht. Ik heb schoenen gekocht. Ik weet niet of jullie dat interessant vinden in de maat die ik draag. Ik draag natuurlijk niet de kleine maten. En ik draag natuurlijk niet de meest gangbare mode, zeg maar. Want grote maat is altijd net wat anders. Ja, ik heb een grote maat. Toch zeker wel maat 54. Nee, je hoeft geen opmerking te maken. Ik weet het, ik ben dik. Dat is geen verrassing, dus we hoeven dat niet allemaal te gaan vertellen. Van jeetje, wat ben jij dik, want dat weet ik al. En dat weet ik al, denk ik, een jaar of 45. Want ik ben dat altijd al geweest. Wel heel veel afgevallen, maar Coco, wat doe je? Hoe blij kan je zijn met een Primark-tas? Ze zijn een maand oud. Nee, ze zijn een maand bij ons. Het zijn twee broertjes. Waarom heet hij dan Coco, zou je vragen? Dat wilde ik gewoon graag. Ik ga afsluiten. Ik ga dit allemaal weer een beetje opruimen. En ja, doei. Fijne dag nog. Oh, nou moet ik overeind komen om jullie uit te zetten. Maar het lukt.